Zoals jullie weten ligt het PlayStation-netwerk al gigantisch lang plat. Er zijn echter heel wat berichten de wereld ingestuurd deze week, waaronder in het begin van de week het bericht dat het PlayStation-netwerk in de finale testfase zou zitten om terug online te gaan. Intussen is er ook een bericht van de hackers gestuurd dat er opnieuw een tegenaanval zal worden ingezet. En zo werd er gisteren zaterdag op de blog van PlayStation een bericht gepost waarin staat dat het online gaan nog een tijdje langer zal duren. Dat ziet er dus niet goed uit, maar helaas kunnen we er natuurlijk niets aan veranderen. Het enige wat ik wel kan doen is jullie nog een leuke trailer van L.A. Noire bieden. De game komt over een tweetal weken in de winkelrekken en zo weet je wat voor leuks je kan verwachten van deze bangelijke game. We had a shooting took place down this alleyway. I need you guys to try and recover the gat. Happy hunting. In L.A. Noire, players rise through the ranks of the Los Angeles Police Department during one of the most brutal and crime-filled periods in the city's history. Experiencing the challenging life of a detective as you work your way across five department desks of the LAPD. I'm here to learn, Detective. Each department desk deals with complex crimes that require skilled detective work, steady aim, and a good partner. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Partners help the player learn how the department works, point out details you may have missed, and assist in brawls. You begin as Patrolman Cole Phelps, who's recently returned from the war looking for a fresh start. Partnered with Officer Ralph Dunn, you learn that it takes initiative to make your way on the force. Get yourself two suits, get them pressed. You'll be needing them. As a traffic detective, you and your partner Stefan Bukowski discover that seemingly simple cases can be darker. Now, do you want to tell me what really happened? And more complex than they first appear. It's not my fault. I'm not a bad girl. Promoted to homicide, Phelps and Rusty Galloway investigate a string of gruesome murders. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. All eerily similar to the real-life crime of the Black Dahlia, one of the most notorious unsolved crimes in history. Welcome to Vice. Phelps' career advances to Vice Cop, the most glamorous department in the LAPD. You're working with the big boys now. With partner Roy Earle, you'll find things aren't always what they seem. Arson investigator Herschel Biggs has seen it all. There isn't much left. There never is if the job's done properly. And together, he and Phelps uncover a plot that could shake the city to its rotten core. At any point, players may take on unassigned cases by answering a call from dispatch. As ranks are unlocked, you gain intuition points. Aww. To gain full rank, collect famous landmarks. Each case ends with a player assigned a score and rank. You can move on or replay cases by making different choices during investigation and interrogation, chasing alternate leads to achieve a better rank. What about Nicole, Mrs. Black? The life of a detective constantly brings new challenges. You carrying a warrant? No, do we need one? And with the help of partners, players will discover there are many fighting their demons in the City of Angels. And it takes skill to know the difference between true innocence and criminal deception. The evidence says that you killed her. You're not hanging this one on me, partner. Van L.A. Noire springen we richting Triton. Zo bracht Triton deze week een nieuwe PC-headset uit. Deze PC 510 is de vervanger van de AX51 en AX-PC. Het is dus een True Surround headset, net zoals zijn voorgangers. Maar in tegenstelling tot de twee andere headsets zal deze headset niet meer gebruik maken van een extra adapter, maar neemt hij zijn stroom via een USB-verbinding. Let wel op, de USB-verbinding is enkel en alleen voor de versterker van stroom te voorzien. De aansluiting zelf gebeurt via een analoge verbinding en je zal dus in bezit moeten zijn van een 5.1 of 7.1 surround soundcard om te volle te kunnen genieten van deze headset. Hoe dan ook, voor €99 heb je een mooie True Surround headset in huis met deze nieuwe Triton PC 510. Je kan hem terugvinden op onze website, typ gewoon PC 510 in de zoekbox in of maak gebruik van de link in de commentsectie van deze video. Over welgeteld één maand is het weer zover, de nieuwe E3 Expo in Los Angeles. Naar goede gewoonte worden alle grote titels bekendgemaakt op E3 en zal waarschijnlijk ook Nintendo naar voren komen met een nieuwe announcement. Hopelijk een nieuwe console natuurlijk.
Voor de rest mag je een hele hoop nieuwe accessoires verwachten, een hoop nieuwe gamingtitels en leuke footage. Daarom wil ik ook deze oproep doen naar jullie toe. Als je specifieke vragen hebt over nieuwe producten, aarzel dan niet om mij te contacteren. Of als je beeldmateriaal wilt van een bepaalde game, plaats dan gewoon een comment op deze video of stuur mij een e-mailtje. Dat was dan voor deze week. Geniet nog van jullie zondag en ik zie jullie allemaal volgende week terug. Bye.